We gaan terug in de tijd. Jongens, dit was mijn team. Gabriel Jesus in de spits. Gini Wijnaldum. Maar, jullie zien het goed. De GOAT. De GOAT, het is tijd jongens. Het is tijd. Cristiano Ronaldo, hij moet komen. Hij moet komen. Ik weet dat er kritieken zijn. Hij is zeker niet de beste in FIFA 22. Ook ik, als Ronaldo-fan, geef dat toe. Het is Mbappé. Kylian Mbappé is in FIFA 22 ongelooflijk. Maar dan heb ik zeker nog 5, 6 ton nodig. Mbappé komt ook nog wel. Zodra jullie mijn team zien, dan vertel ik daar later meer over. Wij gaan op jacht naar Cristiano Ronaldo. Dit is zondagavond dat dit gebeurt. Want dan heb je de Weekend League zelf. Dan zijn spelers vaak relatief goedkoper vergeleken met wanneer mensen rewards hebben, coins hebben. Dan zijn ze natuurlijk wat duurder. Cristiano Ronaldo, we gaan hem kopen. Spitskaart, Hunter graag, Hunter. Een jagerkaartje erop vind ik meestal prima. Maar toen dacht ik, zijn balance. Daar hebben mensen kritiek op. Hij draait misschien niet zo lekker. Hij voelt in-game niet zo fijn aan. Dus zetten we er een motorkaartje op. Net zoals in FIFA 20 nodig was. Dus dan doen we dat gewoon. Cristiano Ronaldo, hij is gekocht. The one and only. The GOAT, het fenomeen. Die laatst nog pak slaag kreeg. Van Liverpool thuis op Old Trafford. Echt, wauw. Salah was goed, Liverpool was heel goed, maar wauw. Oké, Cristiano Ronaldo, 5-star skill moves, 4-star weak foot, is natuurlijk bekend. Waarom hij nog steeds geen 5-star skill moves heeft, weak foot heeft. Belachelijk. Ja, kijk naar zijn finishing, man. Zijn pace, sowieso dat hij 91 rated is, vind ik echt belachelijk. Maar zijn pace is redelijk thuis, of snelling vooral. Maar zijn shooting, zijn finishing is niet te doen. We hebben een ander fenomeen. Oh, Lionel Messi. Lionel Andres Messi. Ja, versnelling 91. En zijn sprintsnelheid 80. Oké, ik wist niet dat het 80 was. Maar goed, jullie zien het goed op je beeldscherm. Twee fenomenen in de squad is echt een upgrade. Geloof mij, vergeleken met Gabriel Jesus die ik in mijn team had. Oh mijn god, wat irriteerde hij mij. Ik werd gek. Wij hebben Sadio Mané op links buiten. Vind ik fysiek heel sterk. Vind ik heel erg snel. Zijn finishing is zeker aanwezig. Maar ja, Rashford kan ook nog. Want Rashford is teamgenoot van Chris. En speelt in de Premier League. Dus hij linkt ook met Kante. Maar ja, goed. Mané of Rashford. Wat doen jullie? Ik denk dat Mané voetballend overal toch beter is. Zeker zijn finishing. Zijn pace. Maar hij heeft natuurlijk geen 5-star skill moves. Dus dat miste ik op zich wel. Ik heb die Tchouaméni. Heb ik ook nog in mijn club. Heeft goede stats trouwens. Heeft zeker geen slechte stats. Hij is ook lang. Leuke super sub. Leuke player pick. Maar uiteindelijk komt Bruno. Bruno Fernandes is een goede voetballende middenvelder. Zeker naast Kanté. Ik heb Donnarumma even moeten verkopen. Dus Lafont in vorm. Ja, ik zag hem bij een andere pro uit Duitsland. Zag ik hem in zijn team staan. Ik weet niet waarom hij mee staat. Maar goed. Ik heb hem even tijdelijk neergezet. Donnarumma komt terug. Dan de custom tactics. Cristiano is gekomen. We hebben twee goats. Chrisje en Messi. Het is ongelooflijk. De laatste keer dat die twee samenspeelden, dat was echt in FIFA 17 of zo. Ongekend. Custom Tactics. Let even op. We spelen 4-3-1-2. Messi op cam. Neymar en Chris in de spits. Mané op links. LCM. Neymar in de spits op links, omdat hij 5-star weak foot heeft. Dus als hij uitkomt op zijn links, dan kan hij er alles mee doen. Het maakt hem niet uit. Chris zou dat normaal gesproken ook hebben. Zijn links is gewoon goed genoeg, hoor hij niet van. Maar hij heeft geen 5-star weak foot. We spelen ook 4-2-2. 4-3-2-1 en 4-3-1-2, allebei de formaties. Deze gebruik ik af en toe als ik dan niet met twee spitsen wil spelen, maar gewoon met één. En dan de twee buitenspelers dicht op de spits en met drie middenvelders. Dus als ik kijk naar mijn tegenstander en ik zie dat hij met twee middenvelders speelt, dan wil ik hem eigenlijk overrompelen tussen aanhalingstekens met drie middenvelders, door met drie middenvelders te spelen. Dus die formatie heb ik ook nog. Vind ik redelijk werken dit jaar. Als ik ultra aanvallend moet gaan, ga ik 4-2-2. Eigenlijk is het een beetje een 4-2-4 als die twee buitenspelers ook vooraan gaan staan. Maar dat zijn de custom tactics. Dames en heren, we gaan kijken naar de games. Want ik heb twee toffe games voor jullie. We gaan kijken hoe goed Ronaldo is. Het verschil is er sowieso. Ik weet dat jullie zeggen, yo, Ari, Mbappé is de beste. Dat is ook zo. Maar ja, Jesus, ik werd er gewoon helemaal gek van. En uiteindelijk heb ik geen coins om Cruyff te kopen. Geen coins om Arnijn te halen. Geen coins om Eusebio te kopen. Of Ginola, die ook goed is dit jaar. Die hero card. Ik wilde sowieso Mbappé, Messi, Neymar en Cristiano als mijn vier aanvallers. Dus ja, dan halen we eerst Chris en later Mbappé. Geniet van de games, dames en heren. Heel veel toffe goals, mooie gameplay. We beginnen met Division Rivals, want ik wilde wachten. Ik heb gestreden dat ik in de Elite Divisie zat. Dat wisten jullie natuurlijk al een aantal weken. Maar ik was nog niet echt begonnen met het grinden naar de top 200. Met skill rating, omdat ik, ja, mijn team was nog niet af. Nu is mijn team ready. Ik mis Mbappé nog, maar je snapt wat ik bedoel. We gaan beginnen.
Rivals, game 1. Game nummer 1, 18 MS ping. Maar Rivals, wow. De gameplay in Rivals, echt belachelijk. Grixy, GXRY FC is het. Nou, we hebben Cristiano ingespeeld. Reversed Elastico, dus van binnen naar buiten. Niet van buiten naar binnen. Reversed Elastico. En hij mag finishen. Nou, daar is de eerste goal alweer van. The one and only, the legend himself, the GOAT. Mijn tegenstander had haast. Ik weet niet waarom. Goed. Oh ja, L1 stop. Messi en terug op Ronaldo. 1-2'tje. Kijk eens, breed neerleggen. Ach, Neymar mag hem binnenschieten. Neymar is ook zo fijn om mee te spelen. Elk jaar weer. Cristiano op Neymar. Neymar. Met wat geluk. En de fake shot cancel. Fake shot cancel. Of de shot cancel, sorry. Niet fake shot cancel, shot cancel. Met Giddy Spin op zoek naar Cristiano Ronaldo, draait open en hij finished hem. Nee, het was, wat ik net deed was dus de shot cancel. Daarmee kun je verdedigers gewoon het bos insturen. Maar ook de keeper, dat is echt heel chill. Jullie zullen het vaker zien. Zometeen bij een aantal goals of in de tweede wedstrijd krijg je meer van die shot cancels te zien. En dan leg ik het ook eventjes toe. Bernardo Silva schiet hier door mijn keeper heen, door Neuer heen. Ik weet niet waarom. Cristiano Ronaldo, simpele goal, hat-trick. Goal nummer 3. Jullie zien het, hij mag de bal meenemen. Let's get it. Alright. Maar goed, dit was niet zo'n heel interessante wedstrijd. Wij gaan zometeen naar game nummer 2. En dat is een mooie wedstrijd. Neymar en Ronaldo zijn de man of the match. We zijn beide man of the match. Mijn tegenstander had 1816 punten. Ik zit nu op 1829. Nu nog, nu ik deze video opneem, zit ik over de 1900 heen. Maar dat maakt verder niet uit. Dat was toen. We spelen tegen Hai. Hij heeft een Ajax logo. Hij heeft een goed team. Oprecht een goed team. Goede spelers. Ik zet veel druk. Druk zetten met team waardoor iedereen op 1-op-1 komt te staan. Hier maak ik een fout. Ik stap in met mijn back terwijl ik hier met Kante moet blijven meelopen. Hier maak ik nog een fout. Let op. Ik sta daar te jockeyen met Kimpembe. Hier krijgt hij met geluk die bal. Maar er ging zoveel mis verdedigend. Ik had ook nog R1 moeten doen zodat mijn speler erbij kwam. Goed. Cristiano Neymar kaatsen eventjes. Balrol. Messi ingespeeld strak. Neymar, let op. Skill move schieten. Nee. Draaien. Links, rechts. Welke kant ga je op? Links, rechts. Draaien. Turn. Messi in. Draai open. Cristiano. En die mag hem binnenschieten. Let's get it! 1-1. Dames en heren, ondertussen, als je het leuk vindt, we zijn hype toch? Even een duimpje omhoog. Abonneer. 99k kan deze week. Abonneer, deel het met je vrienden. Hij stuurde Mbappé heel de tijd diep. Mbappé is natuurlijk heel snel. Dus ja, daar gaat Cristiano Ronaldo. Die maakt de 2-2. Laat getimed. Maar dat maakt verder niet uit. Liever later timen dan te vroeg. Want dan is hij rood en dan gaat het helemaal mis. We spelen Neymar in. Neymar ingespeeld. Daar gaat hij. Messi, Neymar. Tiki, Taka, Cristiano, Kaats. Messi komt er overheen. Ik had hem ook nog af kunnen leggen op Cristiano Ronaldo. Maar ik dacht, nee. We maken hem gewoon af. Messi met de golazo. Daar is die jongens. Messi. Neymar krijgt hem gelukkig mee. Messi weer. Draaien. Fake shot. Nee. De shot cancel. Sorry, shot cancel. Waardoor die verdedigers loesoe waren. Ik kan hem afleggen op Neymar. En het is de golazo. De shot cancel, jongens. Oefen het. Dat is gewoon de schietknop en L2, R2. Dus eerst schieten, laden, L2, R2. Hocus pocus, Cristiano strak in. Draaien, Messi? Nee. We doen het gewoon. We timen hem. De keeper zat er nog aan. De goal gemaakt, 5-2. Cristiano weer een hat-trick. Messi zien we nog in beeld. Jongens, dit is eindelijk een team aan het worden. Neymar, Messi en Ronaldo zijn de man of the matches. M-E-N, meervoud. De mannen die het doen. Dames en heren, vond je dit een leuke video? Abonneer dan eventjes. Duimpje omhoog wordt gewaardeerd, jongens. 1000 likes is lang geleden. Dus ik zou het waarderen. Like eventjes die video. Is een kleine moeite. Deze week 99k abonnees. Moet te doen zijn. We zijn er bijna, jongens. 100.000. Ongelooflijk. We hebben er een GOAT bij. De volgende stap is Mbappé. Maar ik wil Varaan ook nog halen. Ik ga ook nog een andere speler halen. Check dat in de volgende video. Morgen ben ik... Ik moet me nog kwalificeren voor de Weekend League. Het is lang geleden dat ik live ben geweest. Dus het zou leuk zijn als we dat live kunnen doen. Dus zorg dat je daarbij bent. Dat je dat niet mist. En join de Discord. Zodat je die meldingen krijgt. Ja, dat is het. Ik wens jullie een fijne dag. Fijne avond. Hou je rustig. Ciao.